verschillende opleidingen gedaan. Ik heb mijn master mogen doen in Argentinië. Ik vond dat toen fantastisch, omdat ik... Zo leert je ook die wereld beter kennen, want... Van eigen onderzoek. Ik ben heel graag bezig met literatuur. Met deze opleiding kan je heel veel kant op. Mijn avontuur in de opleiding taal en letterkunde, Latijn en Frans, is 4,5 jaar geleden gestart, dus in september 2010. Ik heb toen voor die opleiding gekozen omdat ik uiteraard heel graag Latijn en Frans deed in het middelbaar en daar ook wel goed in was. En ik ben ook een enorm leesbeest en de enorme pakken literatuur die mij te wachten stonden spraken mij meer aan dan dat ze mij afschrikten. Wat herinner ik mij nog vooral uit dat eerste jaar is dat ik in het eerste semester enorm veel heb moeten blokken, heel veel algemene vakken heb moeten verwerken. Ik heb daar heel veel hulp gekregen van ouderejaars. Ik wist niet zo goed eigenlijk waar ik aan begon, maar zij hebben er mij wel doorgeholpen. Ook tijdens de open deurdag heb ik in de klassieke kring een heel warm onthaal gekregen. En ja, dus dat was heel veel blokken. Ik was uitgeput, maar vanaf het tweede semester vond ik het eigenlijk superleuk, want dan begin je steeds meer vakspecifiek te studeren. Ik heb heel veel les gekregen, logischerwijs. De grootte van de groepen was heel afhankelijk van het vak. Soms had ik vakken met het hele eerste jaar van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Soms ook in heel kleine groepjes. Dat ligt natuurlijk ook aan mijn keuze voor het vak Latijn. We zijn daar met heel weinig gestart in vergelijking met andere talen en andere richtingen. We zijn daar eigenlijk ook nog met bijna evenveel geëindigd, wat een groot verschil is met andere studierichtingen, ook mijn andere taal, Frans. Daar zijn we met heel veel studenten gestart. Dat waren er in de master al een stukje minder, want ik ben ondertussen ook afgestudeerd. Het contact met de proffen is natuurlijk navenant. In de vakgroep Latijn kennen de proffen jou bij naam. Spreek je ze ook aan in de gang, kan je ze ook heel gemakkelijk aanspreken als je een probleem hebt of als je een vraag hebt. Voor die grote groepen is dat minder evident. In mijn derde bachelor ben ik in het eerste semester ook op Erasmus geweest naar Montpellier in Frankrijk. Die universiteit had een heel goed programma, ook voor de klassieke talen. Dus dat was voor mij een supergoede combinatie. Ik kon mijn Frans gaan bijschaven en les volgen in het Frans. Ook les krijgen van toch in Frankrijk bekende professoren over Franse literatuur. Maar tegelijkertijd kon ik daar ook terecht voor een goed programma, klassieke talen. Het heeft mij niet alleen academisch veel bijgebracht, ik heb daar ook heel veel contacten gelegd die ik nog altijd kon onderhouden. Het heeft ook mijn blik gewoon op de wereld een stuk opengetrokken. Ik denk dat dat iets is dat de opleiding Letteren en Wijsbegeerte, of Letteren en alle opleidingen in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte dat ook proberen doen, namelijk uw blik opentrekken en je zin geven, kritische zin geven en tegelijkertijd een open blik in de, als, zeker in mijn geval, ik ben meer letterkundige richting uitgegaan. Je leert iets en dan denk je zo is het, maar het is nooit altijd en steeds zo. Er is altijd wel een andere invalshoek nodig, een andere theorie die bestaat. En dat is iets wat ik zeker zal meenemen uit deze opleiding. Ik ben verliefd geworden gewoon op die onuitputtelijke bron aan verhalen en cultuuruitingen waartoe ik toegang heb gekregen door middel van deze opleiding. In plaats van meer te weten heb ik het gevoel dat ik nu veel minder weet, maar ik weet nu tenminste wel hoe ik ermee aan de slag kan. Ik ben nu afgestudeerd van de opleiding tot de taal- en letterkunde Latijn en Frans. Ik volg nu de specifieke lerarenopleiding aan de universiteit. Dus dat is alvast één mogelijkheid met dit diploma. Er zijn er ook nog vele andere. Ik heb vrienden die nu aan het doctoreren zijn. Anderen die verder studeren in de richting taal- en letterkunde of en aanverwanten, maar ook heel andere richtingen uit zijn gegaan. Die bijvoorbeeld rechten zijn gaan doen of diplomatie enzovoort. En anderzijds zijn er ook mensen die aan de slag gaan. Ik heb een vriendin die bijvoorbeeld in een
bedrijf werkt waar ze de communicatie verzorgt. Dus met deze opleiding kan je heel veel kanten.